Hou op! Ik wil niet meer! Stop! Kijk, belangrijk dat hij die verandering gaat maken de rest van ons leven. Oké, okay, ja. Hallo, drie. Laat een vlosje aan zo komen. Drie, twee, één. Nee, ik kom niet zo alleen. Drie, twee, één. Hey, welkom bij een gloednieuwe video. We zijn nu in het busje en we rijden eventjes om, denk ik, even voor de eerste keer te tanken. Hey, dat... Ja, ja, echt. Dat is het wel, toch? Het liefst zou ik hem eigenlijk helemaal leeg rijden. En dan even tanken om te kijken wat het kost. Alleen... Maar dat is niet heel goed voor je... Nee, dus mijn vader en Manuela zeiden dus van ja, je tank helemaal leeg rijden is niet verstandig. Want het kan dus fel in de tank zitten en het kan dan in je motor komen om zo maar te zeggen. Het is beter al hou je auto gewoon wat diesel in dit geval in de auto. Dus we gaan het niet helemaal testen. Maar hij is vrij leeg. Maar je kan wel een beetje gokken, toch? Juist. We gaan zien wat het zo maar zeggen gaat kosten. Ik ben best benieuwd. Ching ching! Heb je geld mee? Ja, maat, altijd mee. Ja? Nee, ik heb geen cash mee als je dat bedoelt. Ja, hoe gaan we dat betalen dan? Wil je cash betalen? Ja, heb je nog op je rekening dan? Als je cash wil betalen, dan moet je even rondrijden. Kan je hem toch alsnog wel wat leger rijden. Nou ja, we zien het zo wel. John heeft iets gevonden. Ja, we hebben eigenlijk deze bus gekocht. We hebben eigenlijk niet eens gekeken of er nog oude spullen liggen. Misschien ligt er wel een old treasure in, hè? Dat is een oude schat. Ik lig wel aan. Deze zou waarschijnlijk hiervan schat geweest zijn. Deze is eigenlijk al kapot. Daar moeten we eigenlijk sowieso een nieuw schermpje voor hebben. Ja. Maar we gaan eens even kijken of hier ligt nog een mapje. Oeh. Nou, dan heeft iemand ineens een mapje waar iemand nog 50 euro in heeft gedaan. Dat hij dacht van, oh, het is altijd makkelijk als je 50 euro mee hebt. Wow, dit is gewoon een boekje met aantekeningen, man. 2011. Ik weet niet of ik het veel kan laten zien, want het is wel gegevens van iemand anders. Kijk, dit is wel vet. Ik zeg je eerlijk, kijk. Restaurante Griek. Een Grieks restaurant. Zit er een kaartje van in. Om gewoon random nu naar dit Griekse restaurant te rijden. Ik weet niet eens waar het zit. Het zit waarschijnlijk ergens in België. Oh, lekker. Kijk, en dan denk je van Grieks, dan maakt het uit. Naomi is, Manuela is half Grieks. Nou ja, dat is ook weer niet zo, maar... Een soort van half. Ze is Grieks opgevoed, want haar stiefmoeder is Grieks. Juist. Zeg dat goed? Ja. Ja. Dus daarom is Griekenland altijd een speciaal dingetje. Ja, klopt, ja. Ja, dit is dus wel een aantekeningboekje van iemand. Wat is het? Restaurant? Nou, daar hoeven we niet heen. Ik heb zo'n vermoeden dat er geen geld in zit. Misschien kan je wel een nummer bellen. Hey, goeiedag, ik vond je boekje in de bus. Wil je hem terug hebben? Ja, hoe komen die nummer? Ja, dan staat hier gewoon een blaadje. Ja, welk blaadje dan, weet je? Eeuw, hier zit nog wel. Dit is wel zo'n pakketje, weet je wel. Het zou toch geen goud zijn als we in één keer iets vinden. Ik denk van... 500 euro of zo, in één keer. Ja. Dit is wel een envelopje, zie je dat? Op zich is het wel een mooi boekje. Als er wat nieuwer was geweest. Ja, die was bij de... Hoe heet dat? Kan je gewoon nieuw halen, hoor. Nee, dit is echt zo'n geldenvelop, weet je wel. Ja, dat is echt uit het Franse gedeelte van... België. Dit is gewoon een factuur met van 2000... Een factuurtje van 2000 euro. Voor het plaatsen van een plafond. Zo. Oké, okay. Nou leuk. Kijk of er nog meer ligt. Hallo, hallo, zie je. Ik heb niet eens gekeken, man, wat hier allemaal zit. Jee, schat. Hier de deur ervoor over open, hoor. Maat. Boei, stinkt, ouwe. Nou, hier heb ik een pinbonnetje. Voor een tank benzine. Dat was het toch... 1,22 euro per liter. Het is nu 1,80 euro. Van diesel. Is dat echt zo, ja? Dit is uit 2016. Eens kijken. Grappig. Nou, gaan die rekken allemaal niet eens gekeken, joh. Hé, hey, wat is dit? Voelt aardig hard aan. Als er, ik denk dat het ook daar ligt. Stel nou, die moet ooit een keer gebruikt worden, zeg maar. Zou dit daar echt liggen? Ik denk het wel, maat. Ja, hè? Ja, denk het wel. Kijk je dan precies zo bij met je arm? Ik denk als ze ooit een keertje worden overvallen of zo. Je wil niet weten hoeveel busjes en vrachtwagens worden overvallen eigenlijk, hè? Oké, hieronder zit de krik. Dus als we pech krijgen, dan kan dat. Ik kom nog heel even bij jou kijken, dan gaan we. Hoe zei het? Jongen, hou op met die. Gaan we voor het eerst tanken? Woe! Passen wel onder, toch? Makkelijk. Passen we wel onder, ja. Hoi, joh. Welke kant zit het tankding? Bij jou, volgens mij. Kom, Ruud. Kijk, dat is hem. Zo. Het is wel makkelijk als hij hier zit. Oké, okay, perfect. Oh.
slotje. Nou, wees blij, anders kunnen ze s'nachts al je benzine rippen. Ja. Kun je tanken niet? Echt, hè? Nou, het begint al lekker. Mag ik iets proberen? Nee. Laat mij eens. Ik breek je hem af. Ja. Mijn vader zou zeggen, ik hoor hem al praten. Dan moet je met gevoel doen. Ja. Heb je hem? Ja, ja. Wat was het? Nee, nu zit hij er helemaal in. Hij zat er niet helemaal in. Oh, dat is de reden. Ik ga erin. Hoeveel kan erin? Hoeveel denk je dat hij uitkomt? Hoe duur was het hier? Ik heb niet gekeken hoe duur het was. Ja, 80 of zo. Hè. 88? Ik denk 79 euro. Nu zeggen, 3. 80 euro. Ja, dat is 1 euro meer dan mij. Ik denk echt 80. Nou, 100 euro dan, 100. Kijk, we staan, hè? Trots. We zitten op 30. Ga naar de 40. Het is altijd het kutstige waar je geld aan uit kan geven. Dus benzine gewoon uiteindelijk, hè? Diesel. Diesel, ja. Wou je zeggen dat hij hier 2 euro is? Kijk eens, loop daar eens mee. Kijk eens op de kou. Hij is hier gewoon duurder al. Hij is gewoon 20 cent duurder hier. De diesel per liter. 20 cent! Wajo! 2 euro. Dus hier is het al bijna 80 euro. Ik stop hoor. Ja? Ja, ja, hij ging weer in als 80 euro, kijk maar. Ik ben de duurste getankt. Hier kom ik nooit meer. Hopelijk zit er goud in de benzine. Of bij diesel. Ah! Pijnlijk! Ja, nee joh! Stop! Hou op! Ik wil het niet meer! Stop! Hoeveel liter gaat erin joh? Daar zit de hele bak vol. Nou, ga je even pinnen? Telefoon is leeg, remember? Met 18,31 euro. En hij komt nog voller, dus we gaan het nog een keertje bekijken. Ja. Ik geef naar de wc, gratis. Oké, we zijn weer thuis aangekomen. En op dit moment is John even bezig met zijn belastingzaken. En wij hebben zojuist een nieuwe telefoon besteld voor mij. Want ik had een 12. En uiteindelijk heb ik hem in het vet laten vallen. Kijk, Lidl. Kijk, hoor. En toen ben ik weer teruggegaan naar mijn oude telefoon. En dat is deze. Letterlijk. Ik zat nog bij het abonnement bij mijn vader. Dus we zaten even te kijken van, goh, wat is handig. Toen dacht ik, weet je wel, neem gewoon een nieuwe telefoon met een nieuw abonnement, alles erop en eraan. En ik kom morgen binnen. Maar ja, ik heb er morgen niks aan, want morgen moet ik de hele dag werken. Maar John is lekker bezig. En we moeten ook nog even al dat stroom fixen voor het busje. Maar diegelijk lelijk, zeg. Wacht even. Kijk, dit is dan bijvoorbeeld een koelkast voor in een camper. Het zijn speciale soort campers, want je ziet hier een soort kliksysteem. En door dit kliksysteem, dat zijn bijvoorbeeld koelkastjes met dat kliksysteem. Als je dat hebt, dan blijft het goed dicht zitten als je aan het rijden bent. Dus niet in één keer dat je die koelkast openvliegt waar je een bocht maakt. Nou, zo'n koelkast zoals je zag is wel 629 euro gelijk. Dat is gelijk wel heel prijzig. En dan heb je één ding, zeg maar. Dus alles moet er dan nog omheen. Kijk, we hebben natuurlijk ook dakramen nodig. En je hebt natuurlijk honderden verschillende soorten dakramen. Je kan een dakraam nemen voor 2 tientjes, maar dan heb je alleen een raam. En we willen ook eentje die open kan, met een ventilatietje erin. Het liefst eentje die tegelijk een beetje kan koelen en een beetje warmte kan doen. Waar er geen muggen in komen, die licht kan verduisteren. Dus dan heb je gelijk al 6 opties op een raam alleen al. Ga je gelijk van 2 tientjes naar 340 euro. Nou, dan heb je een koelkast erbij, zit je al op 1000 euro. Er gaat een hele keuken worden ingebouwd, een wc. Het bed en de douche en alle kasten en dingen. Alles. Wil je nog zonnepanelen, accu's. Dus er zit zo, er komt sowieso nog gewoon duizenden euro's komen er eigenlijk bij. En nu hebben we eigenlijk een soort klein rekenfoutje gemaakt. Nou, niet per se. We wisten wel dat dit eraan zou komen. Maar we hadden niet echt een andere optie om dit foutje te ontwijken eigenlijk. Kijk, eigenlijk dachten we gewoon zo van, dan gaan we dat huis uit. Het huis kost ons 1700 euro per maand. Dus dat valt dan eigenlijk in één keer weg.
En dat hou je dan over. En van de taak kan je het eigenlijk heel makkelijk opbouwen. Maar die stap van het huurhuis naar het busje en tegelijkertijd het busje kopen en verbouwen en tegelijkertijd hier nog wonen, is in één keer heel veel bij elkaar, zeg maar. En dus we lopen nu eigenlijk zo'n trechter. En dat is wel even een beetje lastig eigenlijk. En het geeft ook wel een klein beetje stress gelijk. Ja, maar deze stap moet wel overgemaakt worden, ja, want er is geen andere keuze. Ja, dus we zaten ook al te denken, misschien zonder perelen gewoon later. Dat we gewoon eerst bouw gewoon een bed in, koelkast erin. En ja, als je het geld op is het op. Kijk, en je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ja, maar waarom ga je dan niet in een goedkoper huurhuis zitten? Er is niks. Er is niks. We hebben Sidus zo lang gekeken. We zijn al sinds dat we in dit huis zijn terecht zijn gekomen, hebben we eigenlijk 24/7 gekeken. We hebben heel veel bij de gemeente gezeten. We hebben heel veel gezeten met visoverlast. Om te hopen dat we daardoor een ander huis hebben gekregen. Ja, met afvalstoffen van bedrijven. Ja, we hebben echt serieus onze uiterste best gedaan. Maar er is niks. We hebben ook even gekeken voor hypotheek, voor om een huis te kopen. Alleen, dat is niet wat we willen eigenlijk op dit moment. We willen geen huis kopen in Nederland. Dat is gewoon niet wat we willen. Zeker een huis van 4 ton. Nee, dus alles in deze hele gebeuren, om het even zo te zeggen, is gewoon super duur en dat is niet wat we eigenlijk willen. Dus dan hebben we gewoon gezegd, we doen het busje. En dan weten we dat er heel eventjes een moeilijke tijd uit gaan komen, dat het wat krapper wordt. Ja, om wel de dingen te kunnen doen die we echt willen doen en niet maar gewoon een noodoplossing hebben, want toch? Nou ja, dat zeg je eigenlijk heel goed. Niet dat we denken, nou, we blijven hier maar zitten, want anders redden we het niet. Nee, we zijn... Door dit huis kunnen wij geen geld sparen. Natuurlijk krijgen we allebei een bepaald soort loon. En daarnaast komt er ook nog eens boodschappen overheen. Want we moeten het huurhuis betalen. Want dat echt overtollig duur is. Wat nergens op slaat. En dan ook nog eens komt de gas, water en licht er bovenop. En dan komt er daarna ook nog eens boodschappen bij bovenop. En natuurlijk, alles is een keuze. Alleen... de keuzes die wij maken zijn wat... Ja, kijk, je zit zo... Wij maken sowieso niet de makkelijkste keuzes, maar het is ook... We willen iets en we gaan iets proberen en daar gaan we gewoon voor. Dus we geloven daarin en we gaan er gewoon voor. Ja. Kijk, andere mensen zouden misschien denken van, ja, wie gaat er nou in de bus wonen? Maar aan de andere kant kun je zeggen, ja, wie gaat er nou in een rijtjeshuis wonen? Ja, dat is gewoon een vierkante box met steen, dat is het. En met een klein stenen tuin. Met een klein tuintje erbij en daar zit je dan de rest van je leven bijvoorbeeld. Ja. Kijk, nu is het even moeilijk. We moeten echt even bikkelen. Misschien moeten we wat vaker als ouders gaan eten. En dan kunnen we een paar dagen niet douchen. Maar ja, als we dat ervoor over moeten hebben, dan doen we dat gewoon. 100%. We gaan het gewoon halen. En we gaan hier gewoon mee door. En we gaan het gewoon halen en bereiken. En hoe we dat gaan doen, weten we nog niet. Maar dat gaan we gewoon allemaal filmen. En het komt vanzelf goed. Met hulp, zonder hulp. Maar in ieder geval bij elkaar, maat. Come on! En daarnaast, de relatie zit ook gewoon goed. Dus het maakt niet uit wat er gebeurt als wij met elkaar zijn goed. Dat staat stabiel, wat er ook gebeurt, of vergaat de wereld, al gebeuren de heftigste dingen. Onze basis zit goed. Dus dan maakt het ook niet uit, om het even heel bot te zeggen, moet je onder een brug slapen of in een doos, om het even zo te zeggen, om het even makkelijk te houden. Dan maakt het niet uit, want onze basis zit goed. Dus dan maakt het geen donder uit met wat je doet. En daarnaast zijn we allebei heel erg makkelijk. Niet dat dat gebeurt. Laten we dat voorop stellen. Ja, en by the way, we hebben net wel een bus vol getankt. Dus we kunnen sowieso nog... Hoe lang zouden we ermee kunnen rijden, by the way? Ja, best wel lang. Maar dus we kunnen in ieder geval rijden. Dus kijk, ook, je kan ook in de bus slapen met geen verwarming en geen airco. Kan nog steeds in de bus slapen. Oké, is iets minder comfortabel, maar ja. Het is mogelijk. Je gaat er niet dood aan, snap je? Nee. Het is comfortabel. We zijn allemaal tegenwoordig gewend aan comfort. Allemaal heel erg van, ja, maar wat doe je dan als je geen grote fles cream tv kijkt of hebt en je zit op de bank om films te kijken. Wat moet je dan doen met je leven? Ja, niet ja maar... weet je wel van die verhalen van, ja, maar Netflix doet het niet. Wat moet ik dan doen? Ja, pak een boek, weet je wel. Ik heb niet eens Netflix, want ik vind Netflix gewoon boring, waste of time, waste of money. Daarom. Dus maar dat soort dingen doen wij al eigenlijk allemaal niet. Dus wij leven sowieso al... anders dan gemiddeld, om het even zo te zeggen. Ja, en als je wil Netflix, dan kijk gewoon lekker doen. Terug. Ga het eventjes doen, maar het gaat meer om het... Het idee. Dus ja, lang vooral kort. Het wordt nog wel even moeilijk en pittig. Spookspletspas voor het hier van de villa was. Het is inmiddels avond. We hebben eigenlijk even een belangrijke update. Een belangrijke update die verandering gaat maken de rest van ons leven. Ik heb hem hier op mijn telefoon staan. Wat is het? Nou, we hebben dus ons huur opgezegd van het huis om in het busje te gaan wonen. Geld te besparen. En om alles te kunnen financieren. Niet alles, maar wel meer. Dus nu werd opgezegd. En we wouden eigenlijk tot 1 november opzeggen. Maar de huurbaas zei van ja, 26 oktober wordt dat. Betekent dat wij binnen 23 dagen het busje af moeten hebben. Hier alles schoon hebben gemaakt. Netjes hebben gemaakt. Tussen dan moeten werken. Alle shit moeten regelen. Hier moeten pakken, verhuizen, bouwen, filmen, editen.
werken. Dus het wordt nog spannend, ik ga eerlijk vertellen. We moeten iets doen wat onmogelijk is. Eigenlijk moeten we iets doen wat onmogelijk is. We zitten er nu midden in met z'n tweeën. We kunnen niet meer terug. Dus dat wordt nog wel even spannend houden. De meeste mensen die een camper bouwen, zeggen er 3 tot 5 maanden mee bezig geweest te zijn. En dan met 3 mensen volledig fulltime gewerkt. En wij zijn met z'n tweeën en mijn vader dan natuurlijk. Maar wij zijn totaal geen bouwvakkers of wat dan ook. Maakt me wel een beetje zenuwachtig en een beetje gestrest. Het wordt nog allemaal spannend. Maar gelukkig hebben we steun voor jullie, liefde voor jullie. En ik zag ook dat mensen wel aardig wat tips hadden gegeven over bouwen. Of bijvoorbeeld piepschuim, dat het snel brandt. Dat het helemaal niet zo'n goede isolatie is. Of in ieder geval wel goede isolatie, maar dat het dus snel in de fik vliegt. Niet brandwerend. Ik dacht van, ja, een goede tip. Er waren nog wat andere tips ook gekomen. Dank daarvoor als je dus tips hebt of tricks of hints. Of je hebt nog een wc-pot te koop. Ik noem maar wat. Gewoon wat zet het gewoon neer, weet je wel. Het is gewoon leuk. Of een douchebak. Wij vinden dat leuk. Interactie. Ik probeer ook elke ochtend even te reageren op iedereen. Dus we hebben weer eens de moeilijke weg gekozen. Zijn met z'n tweeën. Dus mensen, ik zou zeggen bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken, bedankt voor het reageren. En dan checken we jullie gewoon morgen weer bij een gloednieuwe video. Welterusten! Hey.